What up, bro? You put me granola, alsjeblieft. Right, guys, we gaan zo meteen naar Brussel. Het is vandaag de pitch day bij Started KBC. Super spannend. Dus we gaan zo meteen de trein pakken naar Brussel. En that's it. Arie, hoeveel moet ik u? 9,70 euro. Hi, thank you. €9,70, hè? Ik ben een beetje te laat. Ik wacht op een pendelbus. Maar op eerlijk gezegd weet ik totaal niet waar de pendelbus is, hoe dat de pendelbus is. Ik zie al deze mensen hier wachten. En ik doe gewoon alsof ik met hun wacht, maar ik weet eigenlijk totaal niet wat er aan zit aan te komen. Ah jawel, volgens mij is deze echt. Oké, we volgen gewoon de bus en we zien wel waar we geraken. Het is op safe gespeeld. Ik heb het even gevraagd aan die mensen die op de bus stapten. Want blijkbaar gaat deze bus naar toerentaxis en niet naar KBC. Weet je wat? We gaan gewoon te poot. We made it. We gaan hier binnen. Alright. Waarschijnlijk ben ik hier fout, maar we zullen eens checken. Goeie, bonjour. Started KBC? Twee gebouwen verder. Oké, right. Dankjewel. Alright, we waren dus fout, we moeten toch hiernaast zijn. Maar dat is niet erg, want we zijn nog steeds op tijd. Hoe groot is deze gebouw trouwens? Jeez. Zien het, Started KBC. Ja. Alright, deze komt mij al bekend voor. Alright, natuurlijk zijn we hier al heel de dag bezig met te pitchen. Dames aan het pitchen, heren aan het pitchen. Allemaal toekomstige startups die misschien bij Started KBC gaan zitten. En we hebben niemand minder dan deze twee dames van Find Out. Dat zijn deze twee dames. Wow. Vertel eens, jullie zijn net gaan pitchen. Hoe was het? Het was wel spannend. We moesten zo op het laatste moment nog overschakelen naar het Engels, omdat er iemand in het Engels bij was. Dus dat was wel even verschieten. Ja, dat is een keuze maken. Nederlands. We zijn voor Engels gegaan. Oké, oké, oké. En? Goed, ja. En alles kunnen... Jullie kunnen toch Engels? Ja. Dat is wel goed. Ah, oké, okay. We hebben veel vragen gekregen, maar we kunnen op alles antwoorden. Echt? Maar jullie hebben al een paar keer gepitcht, hè? Ja. Dus, en waren de vragen teruggekomen van vorige keer? Of? Het zijn altijd een beetje wel, inderdaad. Ja. Dat zijn wel dingen die we ondertussen al wel weten, dus we zijn ook voorbereid. Je kon ons op een plateautje. Ah, hier is het antwoord. Ja, maar we zullen zien, hè. Er waren toch wel meer vragen dan ik had verwacht. Okay. En ze waren iets serieuzer dan ik had verwacht. Dus... Ja. Maar ze zien ook zoveel start-ups om de 5 minuten een nieuwe pitch. Dus ja. We gaan van niks uitgaan, maar we hopen dat we erbij zijn. Oké, okay, guys, kijk, dit is wat er gebeurd is. Ik ga morgen naar Stockholm en ik ging eigenlijk couchsurfen. Maar de persoon waarmee wij gingen couchsurfen is ziek geworden. Dus... dat wil eigenlijk zeggen dat ik morgen geen verblijf heb. Maar, zoals je ziet, hier is Laura. En zij is mij aan het helpen met de e-mail dat ik aan het maken ben. Jurytafel. Alright, hier zijn twee andere jonge ondernemers. Heb je al een pitch of moet je nog pitchen? We moeten ze niet gaan pitchen. Alright, spannend. We zullen even de deur doen, want anders gaat de jury het al horen. Wat gaan jullie pitchen? Wel een AI-platform. Wij proberen artificial intelligent algoritme te bundelen en beschikbaar te stellen voor non-experts. Damn. Ja. That's crazy. Het klinkt crazy, maar het gebruik ervan is heel simpel. Ja, maar ik denk als dat lukt, dat je er gewoon binnen kan zijn. Dat hoop ik. En in welke fase zijn jullie momenteel? Zijn jullie beginfase? We zijn al een paar maanden bezig nu. Oké, okay, cool. En we hebben nu een kleine demo, dus die hopen we nu ook te tonen. En dan intensief verder te bouwen, team uitbreiden. Ja, super. De prototype is klaar. En wat zou dat betekenen als jullie vandaag bij Started KBC zouden kunnen beginnen? Wel, dat we kunnen beginnen aan de productie van onze platform. Op dit moment zit het in de prototype fase, maar we zouden echt naar productie willen uitrollen. Dus dat wil dan zeggen dat we het echt gaan deployen op een Google Cloud Service ofzo. En fulltime nu ook, hè? Oké, dit is dus Sarah. Zij is vandaag jurylid. Eigenlijk altijd, hè? Altijd. En hoe is het vandaag? Ja, het is eigenlijk wel tof. Toffe groepen? Toffe groepen, een heel divers publiek van ondernemers, potentiële ondernemers. Mensen die nog moeten beginnen, mensen die al even bezig zijn. Maar eigenlijk allemaal één en dezelfde noemer hebben en dat is passie. Cool. En dat hebben we graag. Gaan er veel mensen doorlaten? Veel mensen, ik denk dat meer dan de helft wel door. Echt? Dus bij ons, ja. Ah, damn, amai. Ja. Maar ze moeten een duidelijke
Er is een aantal duidelijke uitdagingen hebben waarin dat wij dan kunnen zien vanuit Startup dat we die effectief ook kunnen vooruit helpen. Hè. Ja, want, tuurlijk. Je moet langs beide kanten kunnen natuurlijk. Ja, wij moeten ook als meerwaarde zien voor die mensen. Mm-hmm. Ja, dus, en als die niet duidelijk is, ja, dan kunnen wij niet veel betekenen voor hen en dan heeft het ook niet veel zin om hier te zitten. Hè. Dan zijn er misschien andere initiatieven die wel beter zijn. Ja. Oké, drie don'ts dat je zeker niet op een pitch moet doen. Een slechte pitch geven, dat moet je zeker niet doen. Dus je moet echt wel genoeg aandacht besteden aan je pitch. Defensief reageren als we een vraag stellen. Uit pure interesse. Veel mensen doen dat automatisch. Uit onwetendheid, ja. Want wij zijn er niet om mensen het leven zuur te maken, maar eigenlijk om te verstaan waar ze mee bezig zijn, zodat wij beter kunnen zien wat kunnen wij betekenen voor hen. En de laatste don't is zenuwachtig zijn. Het heeft echt geen zin. We zijn maar allemaal dat is lieve een mensen. Hè? Ja, maar we zijn allemaal lieve zwaar, mensen. Zwaar, maar dat is de moeilijke. Want het ding is, kun je nog toen ik ging pitchen, dat was echt zo, Origomi was echt mijn levenswerk op dat moment. Ja. En snap dat als ik er niet ging door zijn, dan ging ik zoiets van, oh shit, dan weet ik niet wat ik met mijn leven moet doen. Ja, dus maar hier stopt het ook niet, hè? Nee, dat is waar. Want hier een nee krijgen wil niet zeggen dat we niet geloven of in u, nee, of in het idee, of in het concept waar je mee bezig bent, maar wil misschien gewoon zeggen dat wij niet het ideale initiatief zijn. Ja, dat ja, er andere initiatieven zijn die veel beter in lijn liggen met de noden van de mensen die net voor ons staan. Dus klopt, een nee hier is niet het stopt, hè. Is gewoon, kijk verder. Zwaar. En als je nee krijgt, heb je nog goede feedback? Wat ja, bouwen, zeker. Hè? En de mensen die hier ook aan tafel zitten en ook de andere juryleden zijn altijd bereid om nog een keer samen te zitten. Hè? Dus ja, een nee hier betekent niet stoppen. Betekent gewoon iets anders. Dag goede mannen. Komt in orde. Even voor Laura iets halen. Dus een aangetekende zending. Scan dan. Eerste deur. Tweede deur. Stef? Ja. We hebben het pakketje van Laura. Nee, ik vraag me af wat het is, want dat lijkt niet echt work-related. Maar we zullen het zo meteen weten. Alsjeblieft, postbode. Wat zit erin? Dat is niet work-related, of wel? Ik weet niet, dat is niet voor mij. Co-founder van FarmDisk. Dus ik ga proberen heel kort te halen en toe te lichten wat we doen. Nu vraag ik zo'n interbeelden, Erwin. Erwin is een typische geiten. Goed, denk ik. Ja? Ja, tof. Ik heb meegevolgd. Ja. Dat is een keigoed pitch, maar het feit dat jullie al bezig zijn, wil toch ja, wel zeggen dat... Moest ik dit een half jaar geleden doen, had ik veel meer... We gaan ja, natuurlijk niet goed geweten met ons. Ja, we zijn al zo'n echt een half jaar echt aan het denken van over business, als over technisch, als over alle zaken, over financing. Dus het is niet dat we van nul beginnen. Nee, wat zit erop voor vandaag? We gaan zo meteen terug naar Antwerpen. We moeten nog één iPhone-herstelling gaan doen. En dan we're done for today. Yo, Karim, wat is met GSM gebeurd? Don't ask. Hey, kom eens al even gaan fixen. iPhone is hersteld. Hoe wens je te betalen? Payconic of cash? Payconic heb ik van de week gedownload gehad. Dat is makkelijk, hè? We hebben ook nog maar net. Dus je kunt gewoon bij Payconic en dan moet je gewoon bij geolocatie Origomi doen. Wacht. En dan geolocatie. Ja. Origomi. Voilà, hier ons van boven staan. Ja. En dan kun je gewoon €169 intikken en dan wordt dat direct. Dat is echt makkelijk, want daardoor kunnen mensen thuis op een makkelijke manier, een veilige manier direct betalen. Hebben wij direct ons geld, is dat direct in orde. Je hebt je geld al gehad, ja. En dus vandaar. Alright, Karin. Volgende. Zeker dan. Hey, alles goed. Joeps.